Hey, hallo allemaal. Vandaag ga ik de drie verschillen en de drie overeenkomsten bespreken tussen het mbo en het voortgezet onderwijs. Ik ben Luc van der Grilwer, insiders van de opleiding Videodesign. Hier zit ik weer in mijn kamer. We hebben nu natuurlijk vakantie en het is bijna het eind van de vakantie. Het is alweer vrijdag, dus de vakantie gaat vrij snel. Ik heb veel gedaan in de vakantie. Natuurlijk kerst gevierd, oud en nieuw gevierd. Veel voor school ook gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een film geëdit. Nou, wat gaan we vandaag doen? Ja. Laten we maar gaan beginnen. Ik begin met de verschillen. En daarna ga ik de overeenkomst doen. Maar nu eerst de verschillen. Je doet dat op het mbo, en dan heb ik het vooral over Graafs Lyceum. Veel meer dingen in de praktijk. Natuurlijk doen andere mbo's ook dingen in de praktijk, maar ik spreek vanuit het Graafs Lyceum natuurlijk, omdat ik daarop zit. Op het voortgezet onderwijs zit je bijvoorbeeld vast aan biologie en scheikunde en andere vakken waar je niks mee hebt. En op het mbo, ik doe natuurlijk videodesign. Op het mbo doe je eigenlijk bijna alleen maar dingen die je leuk vindt. Je hebt een aantal vakken waar je aan vast zit. Maar dat is alles. Het mbo is vele malen groter dan het voortgezet onderwijs. En dan spreek ik vooral over het GOR. Want dat bestaat uit twee gebouwen, waarvan één gebouw bestaat uit twee vleugels. En vleugel B, waar we vooral dan zitten met videodesign, heeft 8 verdiepingen. En dan heb ik een leuke verrassing voor de mensen die naar videodesign komen. Wij zitten meestal op de 8e. Leuk hè? Maar daar hebben we wel natuurlijk een lift. En het verschil tussen het voortgezet onderwijs en de mbo is vooral dat we hier de lift wel mogen gebruiken. Bij mijn middelbare school mocht dat niet. Maar mijn middelbare school bestond ook maar uit 2 verdiepingen. Dus... Het mbo bestaat uit maar 3 jaar. En in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs wat uit 4 5 of 6 jaar bestaat het mbo maar uit 3 jaar. Het eerste 1,5 jaar bestaat vooral uit de lesstof en de praktijk. Dus dan ga je echt op school, leer je dingen, ga je dingen doen op school en voor school. Daarna hebben we totaal 1 jaar, dus het tweede half jaar van het tweede jaar en het eerste half jaar van het derde jaar, dat bestaat uit stage. En daarna hebben we het laatste half jaar van het derde jaar en dat bestaat dan natuurlijk over het overgrote deel uit het examen. En dan hebben we nou de verschillen gehad. En dan gaan we nu naar de overeenkomsten tussen het mbo en het voortgezet onderwijs. Op het mbo heb je net als op het voortgezet onderwijs ook een kluisje. Maar het enige verschil ertussen is dat je op het GOR het kluisje van tevoren moet reserveren. Wat je ook kan doen is als je denkt, hey, ik heb maar 1 dag een kluisje nodig. Dan kan je ook gewoon via een app voor 1 dag een kluisje lenen. Maar wel opletten, de volgende dag is die weer beschikbaar voor de volgende persoon. Als je je middelbare school een beetje gewend bent, weet je wel, de eerste paar weken is het altijd een beetje zoeken, maar dan kan je echt wel heel goed de weg vinden en zie je de logica in de school. Nou, het mbo heeft dat ook. Hey, dat is fijn voor jou. Als jij een beetje gewend bent hoe het Graafs Lyceum in elkaar zit, dan kan je zo de weg vinden, want er zit wel echt een logica in. Alleen moet je erachter komen. De manier waarop onderwijs wordt gegeven is redelijk hetzelfde als op het voortgezet onderwijs. Je hebt 4 periodes, je hebt verschillende vakken waarbij je een opdracht krijgt, waarbij je verschillende opdrachten krijgt. Het loopt allemaal lekker door elkaar heen, weet je wel. Je hebt, als je ervoor openstelt, een klas die best wel hecht is met elkaar. Je hebt ook een mentor, net zoals op de middelbare school, en je hebt natuurlijk ook toetsen. Het huiswerk wat je nu krijgt, want je krijgt huiswerk, is nu alleen leuk in plaats van stom. Dus je krijgt geen huiswerk voor scheikunde of zo. Nee, je krijgt je moet een film maken en editen. Ja, dat is toch veel leuker dan scheikunde huiswerk. En het voordeel is ook nog eens, we krijgen veel tijd om het op school te doen. Zodat je thuis zo min mogelijk hoeft te doen. Nou beste mensen, dat waren ze alweer. Ik hoop dat je de video leuk vindt en dat je dit soort video's leuk vindt. Mocht je nou meer willen weten over hoe het eraan toe gaat op mbo of heb je andere vragen, stel ze hier beneden in de comments. Want dan beantwoord ik ze in een toekomstige video of ik wijd er een hele video aan toe. Geef een likeje als je hem leuk vindt. Dislike mag ook, maar... Ja. Het mag.
Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op het Geelweer Insider YouTube kanaal. Nou, dan zie ik jullie wel weer over 2 weken. Doei. Doedeloe. Joejoe. Dag hoor.